In 2024 worden de gemengde leerweg en de theoretische leerweg van het VMBO samengevoegd tot één nieuwe leerweg. Binnen deze nieuwe leerweg volgen alle leerlingen een praktijkgericht programma. Het doel van de nieuwe leerweg is leerlingen optimaal voor te bereiden op een vervolgopleiding in het MBO of de HAVO, zodat ze een goede keuze maken voor een vervolgopleiding in een sector die bij hen past. In de huidige situatie doen leerlingen op de theoretische leerweg van het VMBO examen in 6 theorievakken. In de nieuwe leerweg volgen alle leerlingen een praktijkgericht programma plus minimaal 5 theoretische vakken zoals Nederlands, Engels en wiskunde. In schooljaar 2020-2021 starten in Nederland 100 scholen met een pilot waarin leerlingen op het VMBO TL een praktijkprogramma kunnen kiezen dat echt meetelt voor een eindexamen. Het Insula College locatie Koningsstraat is één van deze scholen en hier zijn we best trots op. Dit betekent namelijk dat leerlingen van onze school vanaf komend jaar in leerjaar 3 en 4 een praktijkvak kunnen volgen en afsluiten voor een eindexamen. In ons geval gaat het om het vak Technologie en Toepassing. Het praktijkgerichte programma onderscheidt zich daarbij van theoretische vakken doordat leerlingen praktische ervaring opdoen in en buiten de school. Dit doen ze onder andere door aan de slag te gaan met levensechte opdrachten uit de regio. In het praktijkgerichte programma wordt de praktische leerstijl van leerlingen aangesproken, de leerlingen ontwikkelen brede praktische vaardigheden en oriënteren zich op verschillende opleidingen en beroepen.